Hey kijkers van Blauwe DVD, welkom bij een nieuwe aflevering van de PM Modpack Seizoen 3. Oh my god, we zijn weer terug. Jullie zien dit als het goed is op dinsdag. En ja, dat zou als het goed is hartstikke goed moeten kloppen als een bus. Dinsdag is gewoon PM Modpack dag, maar ik neem dit op vrijdag. Dus ik neem dit allemaal van tevoren op vanwege vakantie. Maar dat betekent niet dat er geen invite uitkomt of whatever. De invite gaat er nu gewoon uit. Ik ga namelijk een winnaar gekozen in de PM Modpack gedoe. Dus in ieder geval, de winnaar is Anouk Toe. Ja, yeah. Je hebt gewonnen, gefeliciteerd. Ik heb ook contact opgezocht met jou op Skype. Want jij hebt heel netjes de Skype achtergelaten. En ik ga je dus even lekker contacteren. Ik heb een berichtje al gestuurd op Skype. Dus als jij dat berichtje van mij hebt ontvangen, dan moet je me even toevoegen. Dan voeg ik je toe aan de PM Modpack groep. Dan krijg je een invite. En ja, dan... oh, daar zit een skeleton. Dan kan je gewoon een invite krijgen, of in ieder geval, dan heb je de invite al gewonnen. En ja, dan kan je gewoon lekker op de PM Modpack voordat ik op vakantie ga. Want jongens, op dit moment ben ik, of in ieder geval op het moment dat dit online komt, niet op het moment van opnemen, ben ik in Barcelona voor 5 dagjes. Super leuk, super cool, ik heb er super veel zin in. Maar voor nu is het natuurlijk tijd om dan gewoon even lekker PM Modpack op te nemen. En wat wij dus wilden doen, wij wilden naar de, hoe noem je dat, niet naar de Nether, maar een farm maken. En dat was in ieder geval het plan, maar in de vorige aflevering kwam Erwin dan weer. Dus ja, toen kwamen we niet aan het farm maken. Dus ik denk dat het wel leuk is om daar even mee te gaan beginnen. Eerst drop ik even al mijn stuff in chesten, weet je wel. Daar hebben we nu even niks aan. En dan pakken we langzamerhand wel even wat we nodig hebben. Want bijvoorbeeld arrows, daar hebben we nu even niks aan. En hoe heet het, we hebben hier dus bijvoorbeeld een iron axe en zo. Dus we hebben vooral even een bucket nodig. Als het goed is, hebben we nog ergens andere buckets. I'm not really sure. Waar zijn die heen? Hebben we hier het van... Ah, hier 2 buckets. Nou, dat is allemaal wel handig om extra even erbij te hebben. Maar waarvan willen we het maken? Nou, we hebben in ieder geval heel veel hout nodig. Even kijken, hier hebben we in ieder geval 2 oakwood. Volgens mij hebben we helemaal niet zo heel veel hout. We hebben in ieder geval 40 spruce wood. Maar ja, daar hebben we niet zo heel veel aan. Dus we spelen in ieder geval wel op 1.7. In ieder geval Minecraft versie 1.7. Dus dan is het ook wel chill dat er, zeg maar, dat niet alles hier, zeg maar, is. En, oh, Erwin heeft hier ook nog wat spullen achtergelaten. Dat is wel fijn op zich voor mij. Want die kan ik dan gewoon gebruiken. En holy crap, jongens! Dit hebben jullie nog niet gezien. Dit is best wel allemaal weg. Dit is allemaal een, dit was een berg, volgens mij. Dit was een berg, heel goed. En hier hebben mensen dus een pad neergelegd naar mijn huis. Een beetje een scheef paadje, wat ik wel leuk vind. Dat is heel goed bijpassend. En waarom zit daar een slime? I read it dan. Nou, en hier was er nog een creeper ontploft. Ah, arm Simoontjes huis. Arm Simoontjes huis. En hier zat dan nog allemaal shit. Ik weet niet wat hier zat. Maar ja, in ieder geval, we gaan dus gewoon lekker beginnen aan de farm. Ik weet dus helemaal niet nu waar die moet komen. Want ik weet niet of hier mensen van plan zijn te gaan bouwen. Ik weet dus helemaal niet zo heel veel over de anderen, hun plannen. Want ik ben natuurlijk, denk ik, een van de minst actieve spelers op, op deze server, denk ik. Ik wilde trouwens, en dat is gewoon even iets wat op dit moment speelt bij mij. Ik wilde heel graag nog een livestream gaan doen over PM Modpack. Want dat werd heel veel aangevraagd. En ik had heel veel zin om te gaan livestreamen. En waarom dan niet de PM Modpack livestreamen? Want dat is heel leuk en dan kan je heel veel progressie maken. Want meestal doe ik bijvoorbeeld... dingen die nodig zijn doe ik meestal off-cam, weet je wel. Want ja, sommige dingen zijn niet zo leuk om naar te kijken. Maar ik heb gewoon gezegd van... Hey, ik wil eigenlijk wel gaan livestreamen. Alleen daar kwam ik dus nog niet echt aan toe. En ik weet dus ook niet of dat dit weekend dat ik dit opneem gaat gebeuren. In de tussentijd zijn jullie daar zelf wel achter gekomen. Of dat nou wel eens of niet is gebeurd. In ieder geval als je mijn Twitch ook in de gaten houdt. Twitch.tv/bananenflavorhd. Dus ja, dat is alle informatie. Dat is even mijn... volg mij op Twitch, kijk mijn livestreams en volg me op Twitter praatje. Ook al zei ik niet echt volg me op Twitter, maar hey, je snapt me wel denk ik. Oké, appetit. We gaan even deze boompjes weghalen natuurlijk. Oh god, moeten we dit allemaal weghalen? Ik weet niet hoe groot die bomen zijn. Plaatsen we gewoon elke keer 2. Oh, en dan plaatsen we 1 veel. Jammer. Maar het is dus even naar, want we moeten dus even een heel groot stukje area moeten we dus vrijmaken. Oh, hello there little creeper. Hello there little creeper. Ah nee, niet exploderen. Dank je. Appetit. Hier zit trouwens ook nog een graf van Mucky. Ik vroeg nog aan Mucky van, hey, heb jij die stuff nog nodig? Maar hij zei, ja, het zijn beginners stuff, die heb ik niet nodig. Dus ja, die kunnen we ook gewoon weghalen. En daar zit een witch.
Oh nee, een witch. Oh, oké, wat moeten we daar tegen doen? Ik heb geen idee. Trouwens, maar Minecraft is heel laggy vandaag. Ik weet het, dus je hoeft er niet op te zeggen. Dammit. Holy shit, een withercat. Oh nee, niet een withercat. Oh my god, die zijn best wel snel dood op zich. Maar holy crap, die beesten zijn scary. Oh my god, oké, you dead, motherfucker. Oké, oh my god, jeez. Ik was zelf in stress, oh mijn god. Dit is zo eng, hè, die withers en zo. Of, nee, witches heten ze. Oh my god, Duncan, leer even Minecraft kennen. Maar ik vind die witches vind ik heel naar. Echt, ik vind ze echt vreselijk, want ze gooien dus allemaal potions. Dus op het moment dat ze een poison potion op jou gooien... Wow, dat is moeilijk om uit te spreken. Op het moment dat ze een potion... poison potion... Als ze poison op jou gooien, dan in ieder geval... Dan krijg je natuurlijk die poison damage. Dus dan kan je gewoon echt tot een half hartje doorgaan. En op het moment dat zie je dus één keer een damage potion gooien... Ja, dan ben je dus pittig dood. En dat is super naar aan die beesten. Maar ook die withercats, die zijn ook zo vreselijk. Want ze zijn groot, ze zijn eng, ze doen damage. En ik heb nog helemaal niet zo'n goede armor en zo. Want ik heb nu parrotted chestplate en iron... En ook natuurlijk Parrotted Boots. Maar ja, weet je, dat is dus nog niet zo heel erg chill tegen zo'n... tegen die beesten, zeg maar. En het is heel naar, want die beesten kunnen dus ook gewoon overdag overleven. Ze spawnen in ieder geval in het donker, zover ik weet. Maar hey, weet je, als het nacht is geweest, dan is het soms heel naar. En ik heb nog niet echt een afgesloten basis, zeg maar. Ik moet het nog helemaal afsluiten. En die booster ga ik ook nog een keer verplaatsen. Dus het wordt nog even een hele klus, zeg maar. Maar ik vind het wel vet dat deze hele berg weg is. Ik hoop in ieder geval dat zij het niet erg vinden dat ik hier een hele grote farm ga bouwen. Want we hebben eigenlijk al een beetje een etensnood. Dat is een beetje mijn probleem. Want ja, etensnood is nooit fijn. Even kijken, wat hebben we allemaal? We hebben in ieder geval freaking veel dirt. Dat weet ik in ieder geval wel. En dat gaan we natuurlijk allemaal plaatsen hier. Want ja, als je gaat farmen op steen, dat is... Dat lijkt me niet zo'n heel strak plan. Ik zou het op zich ook een niveau hoger kunnen maken. Maar hey, I'm lazy. Ik doe het wel een beetje mooi, weet je. Ik geef een beetje om de sier, zeg maar. Ik geef een beetje om het effect. En dat is eigenlijk altijd wat wel belangrijk is bij mij. Ik ben een soort van... Wow, ik heb echt mijn spraakgebrek, joh. Ik ben een beetje een perfectionist, zeg maar. Dus ja, weet je, altijd als ik het... Als ik iets maak, dan wil ik het een beetje fancy en mooi hebben. En anders denk ik eerst van, ja, fuck it. Ik hoef het niet meer. Ik geef op, weet je wel. Nou, ik geef het nooit op, maar ja, je snapt me wel. Ik moet het altijd goed hebben. Oh god, ik haat deze bomen trouwens. Ik weet niet wat voor bomen het zijn. Willows, zei het. Oeh, die verdwijnt gewoon instant. Nice. Maar willows, ja, ik ken ze van RuneScape eigenlijk. Willow trees. Maar hey, noem je dat? Ik vind het best wel nare bomen. Want ze zijn best wel groot en zo. En... Hier zit een vliegende boom. En die ga ik ook gewoon even neerhalen. Want ik denk dat dat wel handig is. Want ja, iemand is zo lui geweest. En ik noem geen namen. Want ik weet het ook niet wie het was. Maar iemand heeft deze boom laten staan. Want het is ook best wel logisch. Want het stond op een berg. Daarom is hij zo hoog. Maar hey, weet je, moet ik het allemaal weer weg gaan halen? Verdomme jongens. Ik mag in ieder geval blij zijn dat ik niet de hele berg hoef weg te halen. Want dat lijkt me best wel een rotklus. Alhoewel, ze zeggen allemaal van ja, we hebben allemaal Tinker's Construct Tools en zo. Dus ze zijn wel goed gegeerd, de mensen die dit hebben gedaan. Ze hebben in ieder geval de goede tools en zo. En ik ben nog helemaal echt bagger in Tinker's Construct. Ik snap nog steeds niet hoe het werkt. Ik snap echt gewoon niet hoe het werkt. Oh god! Dat was niet zo'n slim idee. Want nu moet ik weer helemaal hier omhoog. En, oh god. Oké, wacht, ik heb een idee. We bouwen hier een torentje met dirt. Oh ja, nu komen de tactics hoor. Oh, en dan denk je van, oh nee, dan moet je twee keer naar beneden. En dan kan je wel doorgaan. Maar nee, we doen gewoon zo. Hopte, 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 hopte. Oh, de tactics jongens. En zo duurt het eigenlijk nog best wel lang voordat je echt kan beginnen aan het maken van een farm. Want ik had hem eerst dus uitgerekend daar te maken. In ieder geval, een beetje daarheen. Maar nu deze berg weg is, kunnen we natuurlijk echt gewoon een hele grote farm maken. Want er is zoveel ruimte vrijgekomen. En wat eigenlijk heel erg positief is. Want ja, dan kan ik gewoon lekker mijn gang gaan. Ja, dus ik zei net al van ja, het is nu een beetje naar. Want ik weet dus niet zo goed van wanneer of wat zij hier willen doen. Maar ik denk dat ze het gewoon... plat willen hebben, zodat iedereen zijn projectje kan doen. Ik denk dat in ieder geval ze het zo bedoelen. Ik zal in ieder geval dit ook nog even weghalen. Hot, 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 hot. There you go. Ik weet niet of er een makkelijkere manier is dan water plaatsen. Oh shit, wat was dat? Dat was een groene plant. Geen idee wat het was. Oh god, allemaal magic mushrooms, allemaal weg.
Wat zijn het eigenlijk? Mystical Purple Flower. Oké, ik dacht dat het een mushroom was. Lol. Oké, nou, in ieder geval dit nog even weg. Dit nog even weg. Dit nog even weg. Dit nog even weg. En die weg. En deze ook even weg. Dan plukken we die berries maar even. Geen probleem. We pakken ze allemaal. Yeah, 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 yeah. Je moet niet tegen die dingen aan willen staan, want dan ga je een beetje dood. Of in ieder geval ze prikken. Dus dat is naar. Oké. Nou, we hebben in ieder geval een goed platformpje. En dat is in ieder geval goed. Oh, by the way, wat ik wel moet vertellen. De PM Modpack invites, die gaan er natuurlijk gewoon nu opnieuw in. Want ik ga natuurlijk gewoon nog een invite weggeven. Dus je moet opnieuw je comment achterlaten. Of in ieder geval opnieuw proberen niet te copy-pasten. Pas desnoods iets aan. Zorg in ieder geval dat je mijn naam goed schrijft. Want dat zie ik ook nog fout staan. Dus wat wil ik weten? Ik wil dat je mijn naam goed schrijft. Hey. Dat is soms moeilijk. Ik moet nog een keertje een bijnaam voor mezelf verzinnen. Dat je me kan noemen. Want Duncan is een lastige naam voor mensen. Even denken. Je moet je Skype. Moet je natuurlijk erin zetten. Want ik contact je op Skype. Je moet je ervaring is wel fijn om te weten. En hoe vaak je erop kan spelen. Want je activiteit. Of in ieder geval hoe actief je bent. Speelt ook een beetje mee. Want we willen natuurlijk gewoon lekker gezellige actieve mensen op de server. En we willen dus niet dat jij... Ook al wil je er heel graag op, ook al ben je heel aardig en ook al ben je heel veel met mods en zo, ben je heel goed en super geschikt. Stel je hebt school en een baantje en zo en je hebt het druk naast de zomervakantie. En je kan maar één keer per twee weken erop. Ja, dan gaat het hem helaas niet worden. Dan kunnen we hem net iets beter aan iemand anders geven die misschien net zo geschikt is. Je weet het niet. Ik weet het nog niet precies van iedereen. En dat ga ik ook niet zeggen. Maar in ieder geval, je snapt mijn idee. Dus je weet de requirements. Zorg ook dus even dat je geen Sam zegt. Want dan weet ik dat je het gecopy-paste hebt van een comment bij Sam's video's. En zorg natuurlijk ook dat je mijn naam goed schrijft. D-U-N-C-A-N, by the way. Dat is belangrijk. Want ik zie, ik kan... Nee, het is zeg maar niet echt per direct... require dat je mijn naam goed schrijft. Maar het is wel even iets waar ik van zou zeggen van... Hey, het is wel handig als je mijn naam goed schrijft. Want anders weet ik sowieso dat je me niet echt kent. Weet je wel? Dus ja, in ieder geval. Even kijken. Wat moeten we nog nodig hebben? We hebben dus heel veel hout nodig. Het liefst ook. Ik weet niet zo goed hoe we daar aan gaan komen. En daar heb ik nog waarschijnlijk een blokje vergeten, of niet? Oh, zit er nog een houtblokje in. Heel naar. En we moeten dus even water fixen. Dus laten we eerst even het water fixen. Gaan we eerst natuurlijk even dit weghalen. Of waar zit dit sourceblokje? Ik heb het sourceblokje. Oké. Dan pakken we hier natuurlijk even nog twee... Oh god. Mijn inventory zit vol. Oh nee. Oh nee, nee, nee. Oké, wacht. Hier. Een potato, die kan weg. Alhoewel, potato seeds hebben die nodig. I really don't know. Oké. Dan maken we hier dus even een unlimited water sourceje. Hop. Hots. Hots. En... Ots, there we go. Zo, met een beker wegscheppen lijkt me heel naar. En dan moeten we dus eigenlijk een beetje de rand gaan maken. Of in ieder geval de farm. Wat eigenlijk best wel een gedoe is. En we gaan natuurlijk eerst even al die zaadjes droppen. Want ik heb hier helemaal niks aan. Cotton seeds en belladonna. Ik heb geen idee wat het allemaal zijn. En de willow saplings hoef ik ook niet meer. Want we gaan geen heel bos van willow herplanten, neem ik aan. Dus dit gaan we even gewoon allemaal weggooien. De blueberries hoef ik ook niet eigenlijk. De withering dust, die ga ik houden. Want ik denk dat dat wel handig is. En volgens mij hebben die dus van de witch gekregen. Dus dat is best wel cool. Oké. Dus, wat is nu het plan? Duncan, we gaan hout hakken. Oké, we moeten hout hebben. Waar gaan we het... Oh, hallo. There we go. Waar gaan we het beste oakwood vandaan halen? Ik heb geen idee. Even kijken hoor. Hier zit in ieder geval allemaal spruce, denk ik dat het is. En, oh, volgens mij is het, ja, dit is afgeleid van de oude MC biomes. Dus dit is, als het goed is, allemaal ook. Ja, dit is allemaal ook. Nice, dan kunnen we dit gewoon hakken. En hebben we toevallig iets te eten bij ons? Nee, dan had ik net die groente blueberries niet weg moeten gooien. Damn it! Als ik die blueberries niet weg had gegooid... Ik hoorde wat. Als ik die blueberries niet weg had gegooid, dan had ik gewoon, zeg maar, nog iets kunnen maken. Of in ieder geval, had ik kunnen opeten. En dan had ik er misschien nog iets aan. En hier krijg je volgens mij ook nog barley uit. En barley is heel stom. Ik weet niet, wat is barley? Volgens mij is dat gewoon hetzelfde als wheat. En we hebben hier een persimmon. Ah, lekker. Oh my god, dat vervult zoveel van voet. Oh my god, dat is best wel ziek. Dat is zo verschrikkelijk ziek. En we hebben nog een persimmon. Oh, there we go. En dat kunnen we gewoon eten. Dus dat is gewoon super nice. Dat is gewoon super flex, super cool. En daar loopt nog een, trouwens een schaap.
Oh, daar nog een schaap. En daar ook nog een schaap. Oh mijn god. Ik kan nog schapen misschien gaan fokken. Dat is best wel nice. Deze kunnen ook trouwens allemaal weg. Nog een persimmon. Oh my god. Als je deze bomen dus herplant, dan krijg je dus freaking veel persimmons. En dit is een origin sapling. En ik denk dat dit dus origin trees zijn. Dus eigenlijk volgens mij een beetje van het originele Minecraft. I'm not sure. En dat die persimmons natuurlijk gewoon toegevoegd zijn met een mod. Maar dat dit eigenlijk gewoon een soort van flashback biome is van de eerste wereld. Want als jullie het nog niet wisten, vroeger zag gras er nog niet zo mooi uit. Maar was het echt dit pure groen. Dus in ieder geval, dat weet ik een beetje. Weet ik niet helemaal zeker. Oh, mijn persimmons. Oh my god. Gotta have them. Zijn zo lekker. Yay. Oké. Dan pakken we deze nog even mee. Ik weet niet hoeveel hout hebben we inmiddels. 57. Oké, daar redden we het wel mee. Als we dan nu even terug gaan. Hoppatee. Oké, let's go. Wow, 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 wow. Kunnen we in ieder geval hiermee terug? Ik denk het niet. Oké, in ieder geval. Oké, volgens mij komen we nu weer bij het plein uit, toch? Als het goed is. En hier staat trouwens nog een netherportal. Ja, yep, we zijn hier bij het plein. Ik weet trouwens nog, in de aflevering, niet de vorige aflevering, maar de aflevering daarvoor, heb ik gezegd van op dit pleintje, ik mis nog een soort van booster. Die wilde ik dan zeg maar daar gaan plaatsen, zeg maar, dat die uit de grond kwam. Maar inmiddels zag ik Marco Tjergiesing, als het goed is. Of ik weet niet meer precies wie het was. Volgens mij was het Marco, I'm not sure. En anders, sorry, ik geef Marco de fame. Hier is een booster geplaatst. Echt gewoon meteen daarvoor, dus ja. En in ieder geval, ze hebben ook nog een vangnet gemaakt voor als je volgens mij... Ja, van Cloud. Als jij dus zeg maar geen glider hebt, zoals Erwin aan het begin, dan kan je in ieder geval daarop landen en dan ga je niet in één keer dood. Dus dat is wel freaking nice. Want ik nam geen fall damage zoals we zagen. Oké. Hoppatee, we zijn er. Dan moeten we even een crafting station moeten we even in. En dan gaan we natuurlijk heel veel, maar dan ook heel, heel, heel veel fences maken. Dus als het goed is kan dat nog met de oude recipe van dit. There you go. Oké, dan maken we hier nog even wat fences van. En dan maken we hier nog even wat sticks van. En dan maken we hier nog meer. Oh, daar kan geen fences van gemaakt worden. Hoppatee, zo. En die even weg. Hoppatee, zo. En zo. En 64 fences hebben we dan. Ik denk dat dat wel een mooie start is eigenlijk. Dus laten we hier in ieder geval maar mee beginnen. Of... ja, we gaan eerst natuurlijk even, dat is misschien wel een beetje meer logische volgorde. Dat we eerst natuurlijk even zorgen dat het water met de seeds en zo alles goed is. Dirt. There you go. Oké. Dus, wat we nodig hebben. We hebben hier dus een waterdingetje nodig. Alhoewel, wacht, die gaan we nog niet hier plaatsen. Dan gaan we eerst even vanaf de rand hier. Hier komt dan hier komt de fans. Dus dan is het 1, 2, 3, 4 en dan water. Maar we willen ook natuurlijk vanaf hier een fence gaan maken. Dus fence 1, 2, 3, 4, water. Oké, dus hier komt water. Pop. Oké, dus hier moet de eerste watersource. Dan moeten we 1, 2, 3, 4. Dan kunnen we hier een lijntje tussen. Dus hier komt zeg maar een soort van pad als het ware. Dus dan maken we daar even, zetten we even cobblestone neer of zo. 1, 2, 3, 4 en dan hier weer een water source. Alright, dan pakken we hier natuurlijk even water. Hoppatee en plop. En dan hebben we dus zeg maar hier hebben we dan onze omstreken qua dingen. Dus dan moeten we ook nog eventjes... Oh, ik klots gewoon echt het water in. Heel onhandig. Dan maken we even natuurlijk even een chisel. Waar is de chisel? Waar is mijn freaking chisel? Hier. Ah, there we go. En wat hebben we nog meer nodig? Cobblestone natuurlijk. Oh god, ik heb zo'n verschrikkelijk volle inventory. Dus heel naar. Dan pakken we even de chisel erbij. En dan gooien we daar natuurlijk even de cobblestone in. En... dan gaan wij een freaking blokje uitzoeken voor de farm. En even kijken, als het goed is. Colored cobblestone, dit is cobble blackstone. Wat is cobble blackstone dan? Oh, dat ziet er wel heel cool uit. Alleen ik weet niet of het met de andere dingetjes past. En wat is dit dan weer? Dit is cobblestone. Maar wat voor een... ik vind het wel nice. Alleen ik weet niet, ik wil het niet grijs en dood hebben. Zoals Erwin het zeg maar opnoemde. Want ja, dat was pittig awkward. Wacht, als ik nou eens... de granite erin gooien. Kun je dan hele vette dingen maken? I don't know. Hout. Misschien maakt hout iets heel vets. Oh, dan heb je dus zeg maar een soort van oakwood kisten, zeg maar, wat je kan maken. Of natuurlijk heel veel andere soorten textures.
En met fences, zou dit nog met fences kunnen? Nee, helaas niet. Ik denk dat we gewoon voor Cobble Blackstone gaan. Of we pakken nog heel veel deze Blackstone Frequency. Dit ziet er wel ook vet uit. I don't know. Like, ik heb een beetje moeite met keuzes maken vandaag. We gaan gewoon voor YOLO. Voor het ander blok. Ik weet niet, we hebben een ander blokje waar we iets mee kunnen doen. Want we hebben ongelooflijk veel cobblestone. Maar ik weet niet of we van iets anders er maar genoeg hebben. Dat is er maar een beetje de vraag. En dat is een beetje mijn probleem, als het ware. Dus ik weet niet. Ik ga gewoon voor de steen, denk ik. Ja, ik ga gewoon voor de steen. Ik ga voor deze. Oké, dus hier moest dan zeg maar een soort van pad gemaakt worden. Dan moesten we natuurlijk even 1, 2, 3, 4 en dan fences. Oké, dat kan ik dan beter even met een shovel doen. En dus dan gaan we even de uitleiding gaan we zeg maar doen met steen natuurlijk. En dan gaan we natuurlijk gewoon de fences doen. Hier ben ik nog niet zeker van wat er, hoe ver die gaat. 1, 2, 3, 4. Dus dan komt hier zeg maar ook nog een chill dingetje. Hoppatee. Oh, dat gaat zo lekker. En met tools gaat het allemaal zo lekker snel, vind ik. Alhoewel, het is zeg maar nog niet dat dit natuurlijk de snelste tools zijn die er bestaan. Maar ik vind dat iron en zo, dat werkt allemaal wel prima, vind ik. Dus ja, even kijken. We kunnen die kool niet eens oppakken trouwens. Ga weg, garden. En mystical green flower. Oh, bok, meneer inventory. En dit ook. Al die boekjes, daar heb je niks aan. Oh, de origin sapling, die wil ik houden. Alhoewel, wil ik de origin sapling houden? Ik heb geen idee. Even kijken. Wat hebben we nog meer nodig? Andere hebben we wel nodig op zich. Misschien lime niet. Limestone. Heb ik ook niet heel veel aan. Oké. Dan maken we hier natuurlijk ook even nog een randje. Dit is natuurlijk ook 1, 2, 3, 4. Wacht. 1, 2, 3, 4. Oh, hierop komt de fence. Oké, dan maken we dit natuurlijk even eentje verder. Oh shit, we gaan nu kruisen met de ding. Oké, 1, 2, 3, 4. Oké, hier komt weer het dingetje. Oh, kijk. In ieder geval, zo doe ik het. Als jij een betere manier hebt. Ik weet niet, ik wil sowieso nog die sprinklers toevoegen die hij daar heeft. Oh, dat kan ik nu gewoon zien vanaf mijn huis. Dat is wel cool. Maar de sprinklers die daar zitten, zeg maar, dat systeem wil ik ook gaan toevoegen. Dat gaan we alleen later doen. Niet deze aflevering, want ja, deze aflevering, dan zitten we nogal krap. Maar ja, weet je, het is in ieder geval wel een heel vet idee. Ik wil in ieder geval een grote farm gaan maken. Wat ik ga farmen... is natuurlijk nog de vraag. Als jij iets leuks hebt om te farmen. Like iets wat voedzaam is. En misschien het eten van een mod. En denk dan niet aan Palm's Harvest Craft. Want volgens mij heb je daar echt super veel. En ook super freaking veel stuff voor nodig. En dat lijkt me niet zo heel erg leuk. Alhoewel kan je daar wel hele vette dingen mee maken. Zoals tosties en zo. Ik heb geen idee. Ik heb vandaag nog een tostie op trouwens. Leuke informatie. Maar... ja, ik weet niet wat heel erg tof is om te gaan verbouwen, zeg maar. Zijn dit trouwens 5 blokken? Nee, het leek even heel erg raar voor mij. Maar dat komt waarschijnlijk door de stone. In ieder geval, we hebben dus het eerste stukje van onze farm af. Ik ben zeker trots op het resultaat. Ik hoop dat jullie deze aflevering van PM Modpack natuurlijk hartstikke leuk vonden. Als je dit leuk vond, laat natuurlijk even een duimpje omhoog achter. Vergeet dus niet je reacties achter te laten met alle informatie die ik in deze video heb gezegd. Dat je erin moet zetten. En alle afleveringen natuurlijk te liken van de PM Modpack. Om kans te maken voor de invite. In ieder geval jongens, bedankt voor het kijken. En peace out!